Hey kerel, wat jij er weer? En daar ligt mijn hondje. Nog even van de kant. Kijk er even door, toe. Zo, een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag. Het is, even zien, de 11e vandaag, 11 mei. Het is 10:45. Ik krijg straks om 11:30 een wildvreemde huishoudelijke hulp. Die moet ik heel snel de weg wijzen, want ik moet mijn mystery guest ook ophalen. En Astrid die komt. Ja. Dus druk. Maar ja, maakt niet uit. Ik hoop dat het een gezellige dag gaat worden. Het is bewolkt, maar het is ook zonnig. En ik heb de deur open. Ja, dus dat, ik weet niet hoe bij jullie het geval is, maar dat is mijn lucht. Wel blauw, maar ook wolkjes en de zon en ja, dus ik weet niet hoe het bij jullie is. Het is wel lekker, zo bij de deur te zitten. Hè, kanje? En daar is mijn andere kanje. Ja, ik ben gek met mijn beestjes. Maar ja, wie niet? Ik denk dat er een heleboel gek met hun beestjes zijn. Op degene die hun dieren molesteren. En die mensen, nou, die wil ik het liefst aan de hoogste boom opknopen. Totdat ze om genade smeken. Maar ja, dat kan een hond ook niet. Die jankt en die blaft alleen nog maar. En dat interesseert hun niks. Nee, ik vind dat vreselijk. Maar oké, lieve vrienden. Ik zeg tegen jullie allemaal nogmaals een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. En geniet van de mooie dag. Maak er wat moois van. Met z'n allen. En wees lief voor elkaar. Ze zeggen kusjes en tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben onderweg naar het station om de mystery guest op te halen. Ja. Ik kan onderweg niet vloggen, nee, want deze booster die is niet betrouwbaar, die doet dit helemaal bewegen, nee, is niet zo prettig, nee. Dus ik vlog bij het station, daar ga ik weer beginnen en dan zullen we het beleven, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik sta hier op het station in de hal. Van den Helder, bij de bloemenkiosk, Pionrozen 5,99. Ja, bijna te duur. Bekijk het maar. Ja, trouwens, sowieso bijna alles veel te duur. Maar ja, aangezien dat de reistijden veranderd zijn, daar de werkzaamheden zijn aan het spoor, moet ik wat langer wachten. Tot mijn mystery guest arriveert. En of je het nou leuk vindt of niet, ja, moet je wachten, hè. Simpel. En ik was met Astrid af en aan het appen, dus ja. Ook die moest het even weten, want die zit bij mijn hondje. En die let dus op de huishoudelijke hulp. Dus ja, alles gaat zo zijn gang weer. Dat ik zou zeggen, tot straks. Nu, er is een trein gearriveerd, dus het is wachten op mijn mystery guest. Dus ik hoop dat hij uit deze trein komt. Maar dat merken we wel, want hij mankeert ook wat. Meneer is sowieso blind, dus. En hij heeft ook een kleurtje. Nou, mooi zwart is niet lelijk, zeg ik altijd. Dus het is even afwachten. Komt van alles en nog wat binnen gesjouwd. Zo dan. Nou, we wachten. La 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 la. La 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 la. Die komt erin en die gaat er weer uit. Geweldig.
La 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 la. No, 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 no. Ik zie nog niks. Ja, ik zie wat. Ik zie wat lopen. Ik zie wat lopen. Met een stokkie. Ik zie iemand lopen met een stokkie. Dan zal ik het even normaal. Ja, klopt. Die kom ik ophalen. Erwin! Ik ben er al. En je komt al op de vlog te staan. Wat je zo graag wou. Hey Erwin! Ik ben hier. Ja, ik... Hey man! Hoi! Hoe gaat ie? Goeie reis gehad? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, een beetje langer geduurd, hè? Ja joh, maar geef niet hoor. Nee. Ik vind het leuk om Ik moet even draaien, want ik zit op een scootmobiel, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus. Fijne dag nog, hè? Dan doe ik even de camera eerst weer uit. Ik zie jullie straks weer, als we thuis zijn. En jullie weten, Astrid wil niet op de vlog. Nee. Maar ik wel. Ja, ja. Hé, hey, meneertje, jodokus. Maar de mystery guest is dus lekker hier al bij mij, bij ons, aanwezig. Dat zijn naam is Erwin. Dat Erwin die heeft het een en het ander te vertellen. Dat Erwin, ga je gang. Ja, ik ben hier leuk geïntroduceerd. En ik ben met de trein gekomen vanuit Huizen. Ik heb er ongeveer 2 uur over gedaan om hierheen te komen. En ik vind het hartstikke gezellig al hier. En wat me wel is opgevallen, dat hier wel ietsje kouder is. Maar ja, het is ook niet zo raar. het is ook ietsje... Kijk, als je nou namelijk zegt van nou ja, het is 30 graden. En je komt hierheen, is heerlijk. Maar het is niet erg hoor. Ik bedoel, de pret mag niet drukken. Maar ik vind het hier hartstikke gezellig hier in Den Helder. En ik presenteer de hele boel aan elkaar met een lekkere Strawberry Fields Forever. Ik ben ook nog zanger ook van de band Music for the Blind and More. En ik ben hartstikke blij om hier te wezen. En ik ben, ik zit hier lekker zo in een lekkere zachte stoel. En lekker te genieten van het weer. En lekker met de deur open. En ik hoor ook nog tv op de achtergrond. En ik vind het helemaal geweldig om de boel aan elkaar te presenteren. Ja, want ik werk ook op vrijdagochtend. Dan werk ik ook bij de radio. Nou ja, vandaag heb ik een dagje reces gekregen. Maar zoals volgende week, dan heb ik weer een Clotilda-show te presenteren. En dan kun je luisteren naar www.studiobovenweg.nl. www.studiobovenweg.nl. En daar hoor je ook lekkere muziek en ook mijn programma. Ik draai hem om, Erwin. Ja. Ja, dat is dus Erwin en hij maakt reclame, maar we worden er niet voor betaald. Nee. Niet voor betaald. Nee, we worden er niet voor betaald, dus ik krijg er helemaal niks van. Dat is nou jammer. Jammer, ja. Dat is nou heel jammer. Heel erg jammer. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. En, ja, dan kun je bekendheid geven dat de mensen dus kunnen luisteren ook. Okay. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. De hypotheker. Yeah. Dus maar dat komt allemaal goed. En jullie zullen er hopelijk van genieten als deze vlog online komt op YouTube. YouTube, yeah. Ik zou zeggen voor nu een hele fijne middag. Geniet ervan. Met elkaar of zonder elkaar. Geniet in ieder geval van het weer. Ik zou zeggen, tot strakjes maar weer.
daar zit een houtduifje op mijn pergola. Hoe leuk. Ja, en onder havenklap weer visite. Nou zit hij op dakkie. Onder havenklap visite voor vogeltjes. Ja, echt gezellig. Je hoort ze twitteren. Ja. En het is nou nog steeds mooi weer. Het is bewolkt, maar ook mooi weer. Ja. En wel een jas aan. Ja, dan moet je wel. Ja, je moet wel een jas aan als je naar buiten gaat. En hier valt eten te halen hoor. Niet daar. Niet naar de buren. Niet naar de buren gaan, daar valt niet te eten. Hier ook. Valt wel te eten. Ja. Ga je weg? Ook goed hoor. Ja. Ja, het is prachtig mooi weer. Maar in ieder geval, ik zal even de boel opruimen en dan gaan we eventjes weer genieten met elkaar. Tot straks maar weer. Nou, je bent in beeld, dus ga je gang maar weer. De zon is, ik sta hier buiten, hier nog steeds in Den Helder en het is vandaag 11 mei 2018. En de zon is op mij neergedaald, want ja, ze noemen mij ook het zonnetje in huis. Dat zeggen ze niet voor niks, ja, want overal waar ik kom, dan zeggen ze tegen mij van, je bent het zonnetje in huis. Nou ja, en dat past precies bij mij, want ik was ook afgelopen zondag op 6 mei jarig. Toen scheen ook de zon op mijn verjaardag en net was er een kat om me heen aan het drentelen. Die kat was met mij in gesprek van waar ik vandaan kom en ik had een hele verhaal verteld. En toen had ik ook aan de kat terug verteld van hoe het allemaal in elkaar zat. En ik ben hier nog steeds in Den Helder en het is hier reuze gezellig. En daar zijn wij heel erg blij mee. Precies. Ja, ja. Leuk. Ja, zeker te weten. Zeker. Ja hoor, we gaan zo meteen de patat ook weer in de oven gooien. Tenminste, netjes doen. Ja, spuiten. Hè, wie is de vader? Spuiten. Wie is de moeder? Ja, maar in ieder geval, dat komt allemaal wel weer goed. Dus als het eten klaar is, dan vloggen we natuurlijk zo weer. Ja, dan gaan we. Ja, nou sta je erop hoor. Ja, oh, dan sta ik erop. Je jij staat erop. Oh, dat want is ik vlog naar mij toe. Oh, dat is hartstikke leuk. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot strakjes. En ja, je hebt nou ook Astrid gezien. Ja, eigen geschuld. Dikke boel. Je loopt er achter me langs. Je loopt achter me langs, schat. Nee. Kom het toch niet aan. Oké, nou, lieve vrienden, tot later. Ja? Wat ja, nou, dat is dus onze Astrid eindelijk toch op de vlog. En in beeld. En dat is onze Erwin, een beetje dichterbij weer. Ja, ook in zeker, beeld. Dichterbij, helemaal dus, in beeld. Ja, nou zijn we eindelijk er een beetje aan gewend. De mysterieuze persoon. Ja, mijn surrogaatzusje, andere surrogaatzusje Astrid. Dus nou kennen jullie Astrid ook. Samen met Chrissy, die jullie al lang al kunnen. En dat was mijn mystery guest, Erwin. Dankjewel dus, voor deze geweldige introductie. Want deze geweldige introductie van Corina Luistenburg de Jong mag natuurlijk niet ontgaan. En dat is een hele geweldige introductie wat er net werd verteld. Ja. We komen er wel. Ja, we komen er zeker. Ja, en dan zo meteen met eten, dan vloggen we weer eventjes voordat we gaan bidden. En dan komt het allemaal wel weer goed. Helemaal goed. Zo zeggen. Hopen we. Ja, maar dat doe ik de wc. Ja. Nee, heel goed. Heel goed gevat. Dan laat je je hoop varen. Ja, en waar vaart hij naartoe? En waar vaart je hoop? Ergens onder de grond. En naar de Rio, naar de vissen. Zo, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot strakjes. Tot doei. Zo, en wij gaan lekker eten, zoals jullie al wel zien. Patatje met een satéetje hebben we op ons bordje. Jazeker. Hun een beetje meer dan ik, want ik ben niet zo'n grote eter wat dat er gaat. Nee, mij niet zo'n grote eten, nee? Nee. Oké. Okay. Nee, ik eet beetjes en ja. Nou, je was toch aardig bezig met de oven geweest, hè? En, ja, maar dat was de patat, die zat in de oven. Ja, precies. En ze waren lekker tegen elkaar aan het kletsen.
Zou dat? Ik heb niks gehoord hoor. Nou, ik wel, ik heb het wel gehoord. Heb jij het gehoord? Dat het dat tegen elkaar. Ja. Oké, okay, dan. Ja, dat had ik wel gehoord. Dat ze tegen elkaar aan het kletsen waren. Mooi. En ze zijn goed gelukt, moet ik zeggen. Want meestal als je patat gaat kopen, of dan heb je bij de snackbar. Maar dan is het nog lang niet zo zoals je het nu hebt gedaan, zeg maar. Ik niet te weten. Het is niet vettig. Nee. Nee, het is niet bij vettig. Bij een patatboer wel. Ja, maar bij jou is het niet vettig. Het is gezond. Ja, zo is dat. Nou, ik zou zeggen, smakelijk eten. Dankjewel. Bon appetit. Bon appetit. Doei, doei, lieve vrienden. Ja, en het is weer avond, lieve vrienden. En daar zit een vogel. Nou, daar heb ik een hekel aan die. Aan die vogels wel. Daar heb ik een hekel aan. Maar ja, wie ben ik? Ik moet er niks van hebben. Nee. Hondje is nog buiten. Die rode rakker is naar buiten. Ja, en Erwin die is er ook nog. Maar die zit op de wc. En die breng ik zometeen weer even naar de trein toe. En ik neem deze camera even gewoon gezellig mee. Zodat we daar ook van Erwin even afscheid kunnen nemen. Ja, ik heb hem opgehaald. Brengen we hem ook weer weg met z'n allen. Of niet dan? Ja hoor, zo is dat. Maar ja, hij zit op het toilet, dus daar komt hij zo meteen weer vanaf trommelen, zoals we dat dan noemen. Tenminste wij hier. Ja, we zijn toch gek. Toch, goed en knap. Oké. Okay. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Daar buiten. Nee, is voor vogies. Is er niet voor hondjes. Is er voor vogies. En een duifje. Op de schutting. Achter de vlaggenmast. Ook dichterbij. En op dak musje. Oh, hopla. Het is druk wat dat er gaat. Het is de hele dag al druk met vogels, duifjes, etc. Hé, laat dat. Dat mag niet, hè. Krijg je straks weer een steek in je bekkie. Gaat hij met zijn snuffert in die plant, die verste plant die daar staat. Dat is lavendel, maar er zitten wespen en bijen in. Ja, dan krijgt hij steekjes in zijn bekkie. Moet maar niet. Oeh, vogie, hè? Ja. Gezellig. Maar oké. Dat, maar toch leuk, hè? Ik vind het zo mooi. Die kleine vogeltjes. Nou. Ja, we gaan ons zo meteen klaarmaken. En dan zullen we het beleven. Dus ja, ik zou zeggen, tot straks. Ja, doe maar. Nou, dit is het afscheid van nu. Nou, maar we gaan elkaar vaker zien, hoop ik. En ik vond het een gezellige middag, avond. En ik heb genoten. En dit was de vlog van vandaag. 11 mei 2018. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. En jullie kunnen mij zien hoe ik ben. En ik heb genoten. Nou, lieve vrienden en Facebook mensen, tot de volgende keer. En dat komt vast zeker goed. Ja. En gaat hij rechtstreeks? Mooi. Die mevrouw die zegt, die gaat rechtstreeks. Ja, ik vlog. Ik vlog. Oh, en dan moet ik ook op. Ik laat niet goed plakken hoor. Dat zou ik niet doen. Ja hoor, tuurlijk wel. En een mooie hond. En dan hoor je ook de stem ook, hè? Ja, dat is het ergste. Je kan mij volgen op mijn eigen YouTube kanaal. Corina met IE. Luisterburg de Jong. Nou, gaan wij eens even kijken op de vlog. Ja, en jij gaat even abonneren, hè? Wat zegt u? En jij even abonneren. Ja, en dan moet u wel even reclame maken voor de bloemen, hè? Want dat is heel belangrijk. Ja, maar ik word niet betaald. Ja. Ik word niet betaald. Nee, maar een beetje liefde over ons. Ja, ik heb vanochtend hier ook al gestaan. Nee, ik heb het ook al gedaan. Dat is goed. Ja, moet jij door de potjes heen? Ja, klopt. Nou, knuffel. Ja, dankjewel man dat je bent geweest. Dat is hartstikke fijn. En je hebt lekker gegeten, dus dat is ook zeker. Klaar. Zeker, met liefde was het gedaan. Ja hoor. Heb je kaart mee? Ja. Hey, Edwin, wat is jouw kaart voor mij? Jongens, kom hier even. Wat je? Ik moet een stukje voor.
Wel thuis. Dank je. En bellen, hè? Zeker. Oké, man. Doei, doei. En dat was dan een dag gelachen. Ja, heerlijk ouderwets gelachen vandaag. Samen met mijn surrogaatzusje Astrid, die zomaar eindelijk op de vlog wou, Woepie. En natuurlijk onze Erwin. Ik zou zeggen, tot straks als ik weer thuis ben. Doei doei. Even mijn bril op. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Ze zitten hier te vechten om wat water, terwijl er genoeg is. Nou zeg. Nou, jij even dan weg, want Frode, hondje, die heeft zo'n dorst, hè man. Ja. Wat een dikkie, liefie. Ha, man, je lippen jeukt. Ha. Lekker man. Ja. Ja, dat was hij weer thuis. En het was dus vandaag een hele gezellige dag. En zoals... ga jij eens even weg, schat? Erwin al zei, het is vandaag 11 mei. Hé, dat rijmt. Ja. Dat rijmt 11 mei. En het is nu 19:42. Hij zit in de trein. En de trein die vertrekt zo. Die vertrekt 46. Nou, dat is bijna. Het is nou 43. Dus die gaat zo meteen lekker naar huis. Die heeft nog 2 uur voordat hij eindelijk thuis is. En dan zou die even bellen om te zeggen of die heel uit thuis is gekomen. Ja of nee. Want het is niet niks om zo te reizen zoals hij moet. Ja, wij kunnen het ons niet voorstellen, hè? Wij kunnen kijken, wij weten kleuren. Wij zien dat alles in bloei staat of wat dan ook. Wij weten wat groen is, wij weten wat geel is. Hij ziet dat niet? Nee. Heeft hij ook nog nooit gezien? Hij is zo geboren, kan je niks aan doen. Maar in ieder geval, hij heeft er vrede mee. Dus wij ook. Ja hoor. Dat ik zeg, lieve vrienden, ik ga koffie maken en ik sluit vandaag gelijk deze vlog ook af. Want hij moet nog in elkaar gezet worden. En naar YouTube gebracht worden. En dat moet ik ook vanavond al doen. En ik wil ook een beetje rust hebben. Even een beetje te veel allemaal vandaag. Ja. Maar het komt allemaal goed. Het was in ieder geval gezellig. En we hadden het fijn met elkaar. Dus lieve vrienden, tot de volgende vlog. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.